Het DNA-lid Naomi Sabinin heeft gisteren bij de behandeling van de drie wetsontwerpen, namelijk de wijziging van de kiesregeling, de grondwet en het decreet politieke organisaties, aangegeven dat voorgesteld is 10 wijzigingen aan te brengen in artikel 7 van de kiesregeling. Dit artikel handelt over het verbieden van pre-electorale combinaties bij verkiezingen. Ook ten aanzien van de terinzagelegging in dit artikel, in artikel 14, wil ik weten of alleen de deelnemende politieke organisaties inzage mogen hebben of geldt dit ook voor iedereen, zoals gesteld in artikel 16 van de kiesregeling. Er is aangegeven dat de kiezerslijsten ter inzagelegging zijn bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. In artikel 16 wordt ook gesproken over de DC. Ik vraag dus of dit ook van toepassing is als we kijken naar artikel 16 van de kiesregeling. En dan artikel 85. Daar is aangegeven dat de ter inzagelegging is verruimd van 45 naar 60 dagen. Ik wil graag weten waarom die verruiming. Zoals eerder is aangegeven, heb ik in de memorie van toelichting dus nergens gelezen waarom hiervoor is gekozen. Het lid Karel Breeveld gaf aan dat ook zijn fractie vindt dat er een noodzaak is tot verandering van het kiesstelsel. Het resultaat van de verkiezingen moet volgens de doelparlementariër een exacte weergave zijn van de wil van het volk. Het kan volgens Breeveld niet zo zijn dat een percentage kiezers dat voor een bepaalde partij of combinatie stemt, extreem verschilt van het aantal zetels dat die partij of combinatie in een volksvertegenwoordigend orgaan verwerft. Dit maakt de verkiezingen illusoir. Het doet afbreuk aan de representativiteit van de uitslag en doet steeds meer kiezers zich afkeren van het democratisch proces. Wat wij heel erg belangrijk vinden, mevrouw de voorzitter, is dat je bij met name het voorstel wat gedaan is om de 1% regeling af te schaffen, dat wij ons daarin helemaal kunnen vinden. En ik denk de meeste politieke partijen ook. En omdat we inderdaad voorstander zijn van bureaucratie tegengaan, ervoor zorgen dat je wat je kan beperken met betrekking tot je administratie, dat je dat zeker moet doen en niet onnodig veel romslomp en papierwerk erbij moet halen als het gaat om met name de verkiezing van de nationale verkiezingen. Dus we kunnen ons daarin zeker vinden, maar tegelijkertijd zien we ook graag wat de alternatieven worden. Want er is over waarborgsom gepraat. Het zou zinvol zijn om daar nog nader op door te discussiëren. Het DNA-lid Karel Breeveld gisteren tijdens de behandeling van de drie wetsontwerpen, te weten wijziging van de grondwet, de kiesregeling en het decreet politieke organisaties. De vergadering is vandaag voortgezet.